Deelnemers aan het onderzoek hebben in september een week lang bijgehouden waar en wanneer ze fietsten. Dit pad bij Rotterdam Centraal werd dus het vaakst bezocht. Ja, het is natuurlijk een van de meest centrale fietspaden in Rotterdam. Van noord naar het centrum en verder naar zuid. Dus ja, absoluut. Het is het drukste fietspad van Zuid-Holland. Echt waar? Oh, nou wat een eer om daar te fietsen. Geweldig. Dat vind ik echt heel leuk, een hele eer. Ja. Volgens de Fietsersbond komt het door de centrale ligging. En doordat de helft van de treinreizigers met de fiets naar het station komt. Maar de drukte zorgt ook, met name in de spits, voor gevaarlijke situaties. U gaat het fietspad op? Ja. Zouden we dat nou wel doen? Hoezo? Gaat er iets mis? Het is het drukste fietspad van Zuid-Holland. Ah, oké. Fiets je vaker? Ja, elke dag bijna. Is het zo druk? Ja, rond spits is het wel echt heel druk. Maar als je nu gaat, vind ik het wel prima. Het is heel druk en af en toe wat gevaarlijke situaties zijn aan de overkant. Dus, hoe komt dat? Dat het te smal is en te druk is. Het is nu nog redelijk rustig, ja. Maar in de spits? Ja, nee, dan vertoon ik me niet, nee. Leuk weetje voor volgende keer dat je eroverheen gaat, toch? Ja, als ik hier weer mensen mee naar Rotterdam neem, dan zeg ik nou, wij hebben hier het drukste fietspad hier van Zuid-Holland. Dus nou ja, prachtig. Hartstikke leuk. Fijne dag nog. Eens gelijks.